Windmolens houden de provincie bezig. In Berkhout was het protest fel. Windmolens nee! Windmolens nee! Windmolens nee! Daar komen nu geen windmolens. In de omgeving van Midwoud en Zwaagdijk kwam het protest wat laat op gang. Daar dreigen nu flinke windmolenparken te komen. Bij het stembureau in Midwoud lijkt de kiezer daar niet erg mee bezig. Ja, ik vind het een goede vorm van energie opwekken. Dan moet u een partij stemmen die echt heel erg voor windmolens is, D66 of GroenLinks? Ja, ik stem SP. En heeft u tegen windmolens gestemd? Nou, ik heb niet tegen windmolens gestemd. Ik heb voor het waterschap gestemd. Ik denk dat een windmolenpark goed is. Ik zit er ook niet op te springen om het in mijn achtertuin te hebben. Maar als het zo zou zijn, dan is het zo. Je moet hier geen windmolens doen. Dat moet je doen op een plek die geen horizon vervuilend is. Ik vind windmolens horizon vervuilend. Maar is het voor u vooral een lokale stem? Een provinciale stem of een landelijke stem? Een landelijke stem. Dus of er sprake is van een windmoleneffect op deze verkiezingen is maar zeer de vraag.